Dat is echt iets wat rijke luiskindjes zeggen. Oh, je hebt dit maar voor me. Ja, maar ik ben er wel blij mee, want dat waardeer ik wel. Ondanks dat het zoiets kleins is, terwijl je een auto voor ze geeft of zo. Sander, kan jij eventjes je smoel dicht houden? Is dat een idee? En dan sleep je hem zo in Vegas Pro en dan moet je eerst een half uur wachten totdat hij hem helemaal gezien heeft. Ja. Yep, dat ken ik, dat is echt fucked up. Ja, dit is allemaal heel herkenbaar. Mag ik iemand anders zijn dit keer? Ja, voor mij nee? Mag het. Okay. Ja, je mag Yoshi als je wilt. Ja, dan als je mezelf lekker wil verwarren. Wat zou Daisy doen? Nee, ik ga niet Daisy. Nee, ja, dat is wel waar. De vorige keer dat we dat deden ging het echt helemaal fout inderdaad. Oh. Wanneer? Oh ja, toen had ik Toad en Toadette in de shit, in die eentje gedaan. Difficulty is wel tand toe hoog. Boeien, Ruud. I mean, we doen toch tegen elkaar, dus hoeveel difficulty is er echt? Wat? Bonus stars moet je op Classic zetten, want dan krijg je de 3. Ja, oké, dat kan. Heb je nog andere? Oh, nee. Oké. Ja, Classic. Oké, jongens en meisjes. Wat is die GameCube en zo dan? Dan krijg je alleen maar de GameCube minigames. Oh nee, dat willen we niet. Denk ik. Alhoewel, tot nu toe vind ik de Mario Party 3 minigames niet zo heel leuk. Maar dat maakt niet uit. Die horen er wel gewoon bij. Ik ben benieuwd wat er zo difficult is aan deze. Ja. Deze map. En misschien met allemaal vallen en dit soort dingetjes. En uitroeptekentjes. Oh, ik dacht dat dit ook met. Raps. Ja, dit is met Day and Night. Dat is leuk. Day and Night. Yo, weer heel veel pixel. Heel weinig bedoel ik. Heel ziek. Superveel. Zoveel. Ik kan ze zelfs tellen, zoveel. Ja, dat vind ik toch wel. Aan de ene kant is het leuk dat ze die plaatjes erin hebben gedaan. Alleen ik vind het cringe dat die zo pixelated is. Mm-hmm. Daar kan mijn brein niet zo goed tegen. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Oké, great. Let me explain. Oh, het is dag. Wacht. Het is dag, bewolkt, dag. Nacht, bewolkt. Ja. Wajo. Oh, dat is sick. Oh, ja, dit vind ik dus toch vet feature, of niet dan? Met die day and night cycle. Ik ga er echt goed op. Goed, we gaan het zien. Oeh, hij heeft het koud. Of hij is bang. Dan mag weer Ruurt. Als ik nu weer als laatste moet, hè? Nee, sowieso niet. Ik ben als laatste. Nee. Ik dacht dat ik als laatste was. Fuck. Ja, mijn laatste kan ook wel gunstig zijn, hoor. Ja, soms wel. In die map met Yoshi vond ik het helemaal niet zo heel erg. Maar de vorige potje vond ik het niet zo chill. Myra, even op aan. Oh, sorry. Excuus, doe ik weer. Oké. Oh jee, je moet ook nog die stickers, en dan krijg ik de stickerster. Ah, die J is cute van die. Ja, van die mini-bazen. Ja, die is zo lief. Oh, die is ziek. Die Peach stickers, volgens mij, precies hetzelfde als het spelletje van Peach, volgens mij uit de DS. Oh, dat zou goed kunnen. Die Ars dat doen daar een beetje aan denken. Die, ja. Volgens mij zit die in die game, die DS-game. Nee. Zo. Wat doet dat ook nou? Auto warp. Ja, maar je zit echt heel dicht bij de sterren. Ja, want zeggen ze het. Aan ja, je moet ook coins hebben. Je hebt niet genoeg coins natuurlijk, ja. Dus ja. Dat is waar. Wojo. Wat muziekje. Daar is de ster al. Zo. Oh, er zijn weer skeleton keys. Ja, heel ziek. You know the game is goed als er een skeleton key in zit. Jij vond space ding toch niet leuk? Never mind. Fuck space. Ja.
Luigi tijd. Luigi. Wow, lucky, nice. Give me some monies. Wee jaloers. Oeh, een mushroom. Rahu. Duurt lang. Waarom ben ik als laatst? Dat is irritant, dan moet je zo lang wachten. Nee, gafje. Dat maakt ook echt. Oh, ja, er komt de rode knop uit. Ja, we gaan gewoon een beetje horen hier. Oh, een oog! What the fuck? Een oog, nog nooit van gehoord. Holy shit. Het oog. Het oog ook nog wel. Zeg Walla, de oog. Walla? Rosalina. Nueve. Ilse. Rood. Psst, Sander. Schiet Sander. Schiet een keertje op. Deze. Hey, hou je mond. You can only be used when you're next to the gate. Oh jee, dit is cringe. Dit is cringe. Heel cringe. Cringe. Zeg je nou dat je de Grinch bent, Sam? De Grinch. De Grinch. Misschien ook. Ga ik niks over zeggen. Komt er dichtbij. Stop en sneeuw. Oh, is dit die met die drie en dat je ergens... Oh nee, dit is niet die wat is die nou weer? Ja, je moet een van die knopjes kiezen. Daar moet je in achter verstoppen. En dan lijkt het op de kanonskogel. Ja, en dan moet Myra bedenken waar we zijn, zeg maar. Oh, kut. Oeps. Dat is het idee. Hè? Als ik moet denken waar jullie staan... Oh, zo. Oh, oké. Okay. Ik snap hem. Oh, ik was te laat. Daarom stond ik in de... Ja. Oh, oké. Okay. Nou. Volgens mij, ik weet niet hoeveel ronden we zijn, maar... Waarschijnlijk gewoon drie. Ja. De Magical Mario nummer. Maar hier lopen ze gewoon... Ja, ze lopen random, zeg maar. Oh, huh? Lekker Sander. Niks gedrukt. What the fuck? Nah, what the fuck? Zeker B, weer dat huis zeker. Oh nee. Ik drukte op X. Maar waarschijnlijk te laat. Moet je in dit fragment op X drukken, zeker? Nee, je moet gewoon... Rip. Oh, rip. Dat is kut. Oh. Als je beide... Ja. Oh, dank je voor je advies, lief. Dank je. Feest dit. Dank je. Psst, dank je. Jee. Dat is kut, dit. Tada! Oh. Ja, shit. Yo. You don't have enough coins? What the fuck? Nou, had hij zelf nog niet door. Denk ik. Oh. Wow, Lucky Space. Hij krijgt ton veel geld nu. Hij lucht geld. Skeleton. Oh, hij krijgt een key. Die is wel ziek. Zo'n skelettensleutel. Die is wel cute. Luigi tijd. Zeker. Zeg eens wat chill om als tweede of als derde aan de beurt te zijn, want dan heb je niet zoveel tijd tussen de minigame en je turn zitten. Oh ja. Dat is waar. Ja. Dit was fucking dom, bedenk ik me nu. Ik dacht dat mijn raam kon kopen. Nee, heb ik ook gedaan, dus dat kan niet dom zijn, gast. Ja, ik wou er eerst ook heen gaan, maar... Ik zou ook voor de ster komen, zeg maar. En ik dacht dat mijn raam kon kopen, dus... Nee, net niet. Oh, rip. Van de 7 coins, what the fuck? Zo, 7, nice. Nee, ik kan echt net niet kopen, zeg ik het. Gooi 1. Nee. Dat was geen 1. Nee, dat is geen 1. Aan de buurt. Jij weet wel wat geen 1 is. Dood daar op de achtergrond gluren. Ja. Ja. Oh ja, tuurlijk. Zo'n creep. In space. Zo'n creep guy. Oh, oké. Okay. Dus creepy. Let's go!
Jij zou dat denk ik echt wel kunnen hoor, ASMR. Holy damn. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Het klinkt echt als de standaard ASMR streamer. Ik weet niet eens hoe het hoort, hoe het klinkt. Nou, dat is schijnbaar dus ook niet nodig. ASMR. Wow, yo. ASMR was super kut. Het is de ASMR stem. Het is ook super kut, maar het kan goed. Oh, nice. Nou, dan maak ik daar mijn job. Je bent heel goed in kut zijn, nee. Dat zei ik niet. Oeh, Coney Island. Of Later Skater. Later Skater. Dat vind ik... Dat is schaatsen. Is Catch Your Ladder niet ook in deze game, Milan? Ja, helaas wel. Move forward. Oh, shit. Zo dus. Het probleem met deze game, want deze spelen Sander en ik ook wel eens op de computer, dan is deze echt verrot. Oké, let's go. Ik ben hem hier ook af. Verrot. Ik vind dat je. Ah, valt mee. Kwaliteit naar links. Je moet van die pijlen volgen. Echt waar? Oh. De pijlen volgen? Nee, okay, dat had ik nog niet door. Ik ook niet. Alles onaardig tegen Munty. Nee. Nee, dat is het niet. Sorry Munty, ik hou wel van je stiekem. Je kent toch wel dat... Ik ben net Sam tegen Freddy, weet je wel. Ik doe net alsof ik je haat, maar stiekem vind je leuk. Heb je het erop? Nee, snap ik. Ik doe het zelf ook tegen jou. Nee, ja, precies. Ik voel mezelf wel goed. Jezus. Ik voel mezelf wel echt... Echt tering slecht. Ik betrap me de letterlijk op dat ik bijna elke stream als Mina live gaat... Gewoon Sander weghalen. Wel jammer dat ik nu net langs de ster ben. Ja, wel jammer dat ik de verkeerde kant op ben gegaan. Nou, aan de andere kant dan was ik er voorbij met mijn 9. Awesome. Okay. Shit! 10 zo. Oh, die. Dat is best veel. Dat is echt veel. Rip. Misschien kan hij een warpje doen. Yo, dat is maar 3 coins in deze nacht. Ja. De duister nacht. De duister nacht. Ik ga gewoon best pussy zijn. Dat weet ik. Oh. Maar is het ook zo'n stille nacht? Nou... Oh, kut, Sander. Is het ook zo'n heilige nacht? Nee. Is het ook zo'n stille en heilige nacht? Wow. Oh, ik weet welke kant ik nou op moet, jongens. Ga naar links. Oh, hij ging naar links. Nice. Left. Everything you own in the back to the left. Ja, dat. Moet je wel 3 coins betalen. Is het altijd 11? Wat zeg jij? Is het soms ook meer dan 3 coins? Ja, in de laatste 5 turns. Ah. Oh, dan is 5 zeker. Hallo. 10. Dat is geen 10. Nee, ook niet in de buurt. Wel een hele blok. Oh nee. Jammer. Nee, maar die krijg ik. Oh, vind ik niet erg. Goed dat je het even zegt, Sander. Dan weten we dat. Oh, heb je een item? Hey, wat doet die? Wat doet die Junko? Oh, niet. Wat doet die? Zeg niet. Lekker, Sander. Moest dat? Lekker, Sander. Ja, dat moest. Weg. Hoe dan als je in het leven? Lekker. Sander. Oh, dat is kut voor iedereen. Oh nee, nou, dat... voor hun niet, maar voor ons wel. Wacht, welke kant? Oh nee, voor jou ook niet. Hij staat recht voor je. Oh, maar je hebt geen geld. Je hebt niet nog coins. Dit zou echt een pro-move zijn als je wel... Dat zou echt een pro-move zijn als die coins had, ja. Ja. Oh, je doet even nog coins! Oh, wat jammer nou. Dat wist ik nog niet. Dat was nog niet bekend. Wat gaan die lopen, die bombs? Of... Ik heb geen idee. Oh, die boost vind ik wel scary. Oh, versus! Oh boy. 10 coins? Blieft. Niet een versus. Ah, oh, wat lief. Ik krijg 3. Ik heb zoveel coins. 20. Ik heb zoveel coins. Ja, laat me zitten. Nu niet meer. Rip. Bye, coins. Ik had een kans. 68 coins ook. Mario Puzzle Party. Lief, liep. Oeh, kapot. Nee.
Maar ik weet niet welke dit is, om eerlijk te zijn. Deze is kut. Oh, deze. Oh, dit is Tetris. Oh, flippen. Oh, je kan flippen. Hè? Ik ben wel echt met Tetris gespeeld. Ik heb al heel lang geen Tetris gespeeld. Ik heb wel eens een apparaat liggen en ik heb genaaid. Oh, nee, naar beneden. Wat is die brandingen? Zullen we starten? Nee. Ja. Ik ga wel lekker. Ik ook. Niet. Nee. Nou, dat niet. Mario Party DS. Ja, je had ook Puzzle Party in Mario Party DS, maar... Oh ja, die heb ik niet gespeeld. Nee, yes. Dat snap ik. Kut. Maar zo dan. Je hebt nu al genaaid. Oh. Ja. Kut. Ik ben hier zo slecht in. Ja, same. Ik heb al jaren geen Tetris gespeeld. Oh, dat is kut. Dit is echt heel kut. Ik vind wel dat die controller soms te sensitive is. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ja, dat heb ik ook heel erg. Denk ik van, wat nee, dat is van bullshit. Er komt wat gewoon waar is, gast. Is ook waar. Daarom vond ik Switch nooit echt fijn om op te spelen. Als ik er een keer op speelde. Dacht van, wat is deze delay? Wat is deze fucking gekut? Dit is ook hier. Nee. Oeh, kom op, net nu draaien. Dit ga ik niet halen, denk ik. Ja, je hebt niks aan. Hoe kunnen jullie in godsnaam zoveel punten hebben? Ik heb helemaal niet zo heel veel punten. Ik let niet eens op punten. Volgens mij. Gaat daar een blokje vallen? Oké. Wanneer is het af, weet iemand dat? Ja, 100. Ja. Maar als je het eventjes volle concentratie had... Oh, ik had bijna geen... Mag het? Oh, dat kwam. Sorry. Ik ga echt testen voor mezelf. Ik ook. Ik zit hier echt volle stress, man. Nee. Maar één blokje. Ja! Oh, lekker baby! Oeh. Ik zit ook echt volle stress en nee. Zo. Heel wie was Joshi? Die zat wel echt op dieren, jongen. That's me. Oh, je zat echt in mijn nek te hijgen, niet normaal. Ik ben zoveel coins kwijtgeraakt. En dit is precies nadat ik langs de ster ben gekomen ook. Heel fijn. Oh, nog een minigame. Oh, die hebben we nog gehad. Die hebben we niet net gehad, gelukkig. Dus dat scheelt. Sneak and score. Sneak and more. Welke scoren? Een scoren. Oké. Okay. Oh, dit is een Squid Game. Deze is wat is nice, dit nou weer? Ja. Oh, dit lukt me lekker als Squid Game. Ja, dat is het ook eigenlijk. Well, rest in peace. We hebben nu al Squid Game. Oké, laten we starten. Ik moet denk mijn geluid wat harder. Ik zag laatst een video dat zij Squid Game had nagemaakt in Mario Party met al die minigames. Lol. Nee, echt? Chocolato, ik ben zo bang. Moet je bukken. Oh ja, fuck. Wat een kutspel. Oh. Ik was zo bang, joh. Hoe weet je dat hij wakker wordt? Ja, niet. Als zijn bolletje breekt. Ik ben dood. Oh, als zijn bolletje breekt. Ja, maar dat komt ook omdat dat hoort bij deze game. Maar er zit ook een soort van crouch delay in, zeg maar. Er zit hele erge crouch delay in. Ja. Op het moment dat je stilstaat, zit hij nog naar boven. Ja. Oh, niemand heeft wat gekregen. Jammer. Nee, het is ook geen niet. Oh, nu hebben we een dag. Oh, dag. Ja, het is dag, jongen. It's a beautiful day. Ik weet niet echt hoe de nummer gaat. Nee, ik weet niet. The sun is shining. It feels good. And nobody's gonna stop me now. Oh, die. Nice. Ja. Don't stop me now. Nee, dat is een ander lied. Dat is een andere. Kut. Oeh. 1 coin. 4 coins. Ja, Sander heeft al die coins gestolen. Helemaal niet. Oh, jawel. Oh, ik zie nu eigenlijk van wel, ja. Mijn bedoeling. Oh, mapje openen. Mappie. Ik vind dat wel heel cute, hoor. Dat ze ook echt op dat mappie kijken. Ja, echt hoor. Dat is echt super schattig.
Nee, Toot, ik hoef geen spullen van jou. Wat? Goed. Heeft iemand om je gevraagd? Nee dan. Dus wegwezen. Lien. Lucky. Zo'n gelukkigheid. Heel goed voor je zeg ook. Ah, nice. Wat is een item bag? Ja, dan krijg je gewoon random items, totdat je bag vol is, zeg maar. Oh, okay. Cool. Oké, het is iets. Zo, zeker iets. Meer dan iets. Het is wel maar iets hoor, maar ik ben er wel blij mee. Want ik ben met zo'n stapje ben ik wel blij, ja. Krijgt hij 3. Dat is echt iets wat rijke luiskindjes zeggen. Oh, je hebt dit maar voor me. Ja, maar ik ben er wel blij mee. Want dat waardeer ik wel. Ondanks dat het zoiets kleins is. Terwijl je een auto voor ze geeft of zo. Sander, kan jij eventjes je smoel dicht houden? Is dat een idee? Nee. Ja. Ik blijf je rooster, gast. Daar ben ik goed in. Oeh, de tactics. Nee. Dat vind ik niet leuk. Oh, dat heb je goed gespeeld. Oeh. 20. Oeh. Wat? Ja. Oeh, Sander moet van die coins betalen. En daarna ook nog eens coins aan Bowser betalen. Dat is wel big oef. Nee, dat is big nice. Nee, dat is het gewoon niet. Gewoon... Eigenlijk niet waar. Daar deze wel gepast voor. Bowser Junior. Oeh, je bent al je coins kwijt. Wat jammer nou. Oh, Bowser's Revolution. Doe dat. Oh, ja, dat staat er wel bij. Bowser's Revolution? Nee. Net maar 10. Aha. Oh, dat is niet zo heel erg. Oh, jammer. Ik denk dat ik dit een van de beste Mario Parties ooit vind. Same. Ja, ik ja, maar deze stond er niet tussen toen ik mijn favorieten mocht pakken. Nee. Pogo a Gogo, deze is nice, is van Mario Party 7. Dan moet je niet in de gaten vallen. Oh, nee, deze is kut. Deze is ultra moeilijk. Wat? Oh, wacht, ik ben... Oh, ja. Oh, oké. Okay. Snap hem. Doen jullie hier ook wel makkelijk, Sander? Nou, weet ik niet hoor. Ja, ik denk daar ons wel. Als ik eerlijk ben. Deze is echt kut om te spelen. Oh, ik vecht tegen een pro hier ook. Wat moest ik doen? The fuck? Ik heb wel een klein beetje thuis gevangen, man. Ja, dat vind ik trouwens wel typisch, want Mara heeft al die spelletjes... Kut. Al die spelletjes nooit gespeeld, maar ondertussen wint ze wel echt heel veel minigames. Ja. Soping. Ik ben aan het oefenen geweest de hele dag. Ik lach bijna. Kom op Mara, je kan dit. Win dit voor ons. Ook een FPS drops, wat lelijk. You are going to win, yes. Je kan niks lekker meer tegen. FPS drops niet in Tokyo, alsjeblieft hou ermee, joh. Ja. Oh. Lekker, hoor. Oh, hij loopt vast. Nee. Oh, mijn god. Is nog, okay. Gelukkig. God, klein beetje. Als hij hier vast had gelopen, besef even, hè, dan hadden we letterlijk het hele rondje opnieuw moeten doen. Ja. God. Dat was het echt. De vorige keer toen hij bij de minigame aankwam. In het begin vond ik het ook kut. Mm-hmm. Nou, niemand speelt nu, want het is 12 uur. Wie is het? 12 uur? Ja, er komt heel veel mensen, maar... Ja, Amerika. Ja, ik weet niet hoe die servers... Amerika, Japan. Ja, maar dit is friend. Dus dit is niet local, maar wel Nederland, zeg maar. Ja, dat wel. Oh, een beetje Europa dan, of ja. Ja. Oeh, ga je naar voren versus of ga je niet? Ja, oh, geen versus weer. Niet weer. Ja. Oh, 5. Oh, dan gaat hij die kant. Dan gaat hij wat? Versus. Alweer voordat ik een fucking ster wil pakken, moest dat nou? Ja. Ja, moest dat. Oeh, laten we alle coins van Mayra afpakken. Elke keer als ik bij een ster in de buurt kom. Fucking versus. Dat heet gerechtigheid. Nee, dat heet. Mean. Kut. Zijn. Ah, maar 10. Nou, zou ik het niet willen noemen. Oh, maar dat boeit niet, want dan kan ik nog steeds ster kopen als ik zou willen.
Ah, ik heb nu ook 20 nog over. Wie stond er dichtbij een ster? Facebook. Milan? Niet. Mayra staat dichtbij een ster. Maar dingen ook geloof ik, Mickey, toch? Wat is dit? Wat is dit? Oh, Mario Party 3, die ken ik toch niet? Dit ken ik ook niet. Je moet gewoon alles ontwijken, zeg maar. What? Kun je ook op mensen springen? Omdat ze ik merk het vast op iemand. Sander wil weer weten of je op iemand kan springen. Nou, dat kan altijd. Maar volgens mij krijgt de ander dan wel een paar invisibility frames. Ja, maar ik heb al getest. Het is niet heel erg de moeite waard. Oh, ik keek naar Peach for some fucking reason. Ik weet niet waarom. Ja, ik keek ook al een aantal keer vorige potjes bij Yoshi. Omdat ik debiel ben. Nou ja, dat kan gebeuren. Weet je, daar doen we niet moeilijk over. Ah! We weer de battle verloren, hè. Wat ik... En weer zij gewoon. Thank you very much. Thank you. Thank you. Nou, Miran, nu weet je hoe het voelt. Dat je steeds wordt ingemaakt. Ja, het is wel fijn om een keer tegen iemand te spelen die wel goed is in de game. Oef. Big ass. Eén. Precies één. Ik ben nu met de warpasje. 37. Oh nee, laat maar. Tjus. Ik ben echt nieuwsgierig waar je naartoe wordt gehoord. We hebben gewoon naar de andere oog zeker. Ja, denk ik wel. Ik heb een item. Oh ja, die ga ik niet gebruiken. Niet? Ah, dat vind ik nou echt tegenvallen. Volgens mij gooi ik toch één. Oh, eentje min, één te weinig. Wat lullig. Op de rode. Wat nou ja, jammer dan. Dat is echt lullig, ja. Oh, lelijk dit. Sander gaat zo'n dubbele dice inzetten. Oh, niet. Nee, 18 is ook wel veel. Ja, het kan. Weet je het al? Grapje. Gooi. Sander. Hij kan het halen op zich. Als hij echt lucky is, denk ik. Ja, hij gaat voor de ultieme payback wedden. Ja, hij gaat het dan niet meer halen. Oh, god. Jammer. Wel close. Als je op een first ding komt, ik zweer. Jomkal. Nou nee, toch niet. Sander, zeg weer wat. Sorry dat ik een leuke grap maakte. Was niet leuk. Oh, oké. Okay. Kaartje. Oh, hidden block, natuurlijk. Als daar een ster uitkomt, ik zweer. Hoezo wordt hij bij jou veel eerder? Oh, geen ster. Weergegeven dan bij mij. What the fuck? Deze game is... Wack. Laggy? Ja, ook. Ritual Leaders. Nee, doe die maar niet. Stupid lose it. What the fuck is dat? Dat is niet bij. Weet ik het. Oh, deze is leuk. Nee. Hier ben ik slecht in. Maar oké, deze ken ik. Holy shit. Oké, ik ben ready. Auw. Nee, ik was een beetje ver naar voren, dat weet ik wel. Oh, je kunt ook... Ah, oké. Arcelate. Kijk, al. Oh! Slim. Die was wel echt slim. Au. Oh, ik kan niet naar voren. Je kan alleen maar naar achter. Ah, dat is kut. Oh, je kan alleen naar voren, zeker vanwege die jumps. Denk ik dan. Ik kan niet. Ik kon niet. Hoezo kan je niet naar voren? Als ik op A druk, ga ik gewoon naar voren. Oh, hoor. Ja, het lukte me niet. Ja, rip. Rip. Ik heb zo'n gevoel dat ik wel weet wie dit potje gaat winnen met alle bonussterren. Oh god. Hoezo? Ja, omdat we de classic ster hebben gedaan en Mayra alles zowat gewonnen heeft tot nu toe. Oh, dan werkt dat zo met classic? Met de classic bonussterren wel, ja. Dan krijg je de minigame star waarschijnlijk, de coin star, omdat je de meeste coins hebt gehad. Ja, maar misschien dat ze dat wel veranderd hebben in deze game. Dat je wel drie keer... Oh nee, want dat is natuurlijk gewoon een optie. Ja, precies. Classic gekozen, dus. Wat was die andere dan? De happening star, die het meeste in de happening is gekomen. Oeh, je hebt hier wel een gate, dat wist ik niet. Skeleton gate. Ja, want anders zitten er ook geen skeleton keys in. Oh ja, true, dat is logisch.
eindelijk op Bowser staan? Zuur. Nee. Ja, maar nu heb je hem dus wel verbruikt. Hij krijgt nu een nieuwe. Dat is wel jammer. Ja, oké. Okay. Nee. Nee. Maar hij kan wel een nieuwe kopen, eventueel, als hij zou willen. En heeft hij ook nog eens winst ook. Luigiepad. Net dan gaat hij erop vooruit. Huh? Wat? Wat? Oké, ik denk als je de tweede keer belandt, ben je volgens mij echt de lul. Nee, dat gebeurde waarschijnlijk alleen als het of bewolkt is of dag. Oh ja. Ik denk bewolkt of zo, ik weet niet. Ik denk bewolkt in de nacht, maar... In de nacht, het is de nacht. Er is een nacht die je normaal alleen in Mario Party ziet. Er is een nacht, dat wordt gezongen in dit lied. Of zo. Niet. Mooi is niet ook goed. Waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Vergeten zou. Oh, beleven. Oh, komt er achter me te staan, lekker. Na 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 na. Na 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 na. Ja. Ik ben er heel goed in het nummer, ik ken dit nummer. Ik ga niet de Bowser, fuck dat. Oh god. Oh, waarom ga je nou niet de Bowser, gast? Ik wacht op 5 points en ik wil consider letting you in on fun. Sounds good, oké. Okay. Beter weg, laat je me ook fun zien. Hopelijk pakt hij niet al mijn coins. Of mijn ster. Jawel, pak maar al die sterren. Yo, oh, dancing! Oh, yo. Dancing Queen! Oh my god! It do me the Dancing Queen, though. Dit moet gewoon mijn outro scherm worden. Cute. Oh, nu is het weer dag. Oh, het is weer dag. Oh, party. Tuurlijk. Ik weet niet of dat een voordeel of een nadeel. Tuurlijk altijd. Dankjewel. 9 van die coole coins, weet je wel, die. Yeah. Party popper. Let's go. Oké, okay, ik dacht dat die tickers heel irritant zouden worden. Zijn ze ook. Maar ze zijn ook wel leuk. Ja, ik heb er minder moeite mee dan dat ik dacht dat ik hem zou krijgen. Ja, ja, als je met random speelt, misschien wel irritant. Nou, misschien kon niet, ik weet niet. Jawel, met random zo. Probably. Ik vind het met jullie eigenlijk wel oké. Okay. Ja, ik ook. Ik vind het erg leuk, hoor. Me too. We moeten gewoon vaker doen als we een keertje niks te doen hebben of zo. Oh nee, ik bedoel, de stickers vind ik met jullie oké. Okay. Dit vind ik geweldig. Heerlijk. Fantastisch. Zeker waar. Ja. Nee, dit is mooi. Dit is prachtig. Dit is waarom ik alsjeblieft een keer een minigame winnen. Nee. Grapje. Was joking. Het was een joker. Joking? Het was een joker. Rustig, gast. Ik zeg niks. Het was maar een joker. Niet boos worden. Ik ben prank, bro. Je mag niet boos worden als je zegt een prank. Dat zijn officiële regels van het leven. Ja, wel is prank kill, hè? Money back? Prank kill, ja. Tackle. Oh, dit is volgens mij Mario Party 10. Oh, nee. Oh, dit is echt rugby. 9. Ja hoor, hoe moet ik dit nou weer doen? Schrik mijn belletje, hoor. Ik kan de vuurwerk vlak voor mijn huis. Pieuw, pieuw. Okay. Wat? Ik snap niet eens wat de bedoeling is. Jullie moeten mij tackelen. Je moet haar tackelen. Dus ze eigenlijk rugby. Ja, dat gaat het nog nooit komen. Lukken. Tuurlijk wel. Die hebben we heel veel gespeeld. Pakken. Met rust. Ah, wat een kut game. Ik haat deze game. Is van Mario Party 9 keer. Die kut game. Ja, toevallig is het wel van Mario Party. Hey. Ja, stond toevallig ook in beeld, dus daardoor wist waar ik het? Dat ik die grap kon maken. Als je voordat je de minigame begint, kan je rechtsbovenin zien welke Mario Party die is. Oh, daarom wisten jullie van allemaal hoe dat... Nee, ik weet er van heel veel uit mijn hoofd. Oh. Want aan de naam weet ik het meestal al. Ah, damn. Ik kan een diceblock gebruiken als ik jou was. Maar meestal wel als hij van 4, 5, 6 of 7 is. Oké. Okay. Want die heb ik heel veel gezien. En alleen DS, maar die zit niet in deze game, dus dat helpt al niet. Oh, rip. De eerste was volgens mij wel leuker, denk ik, aangezien je de touchscreen had en zo. Ja, die kunnen ze hier natuurlijk ook nooit goed integreren. Alhoewel, sommige waren ook gewoon zonder touchscreen. Nou ja, de Switch heeft wel touchscreen, dus op zich kan je bijvoorbeeld wel iets tekenen of zo.
Ja, maar heel veel mensen zoals ik spelen hem docked, zeg maar. Oh ja, dan is het wel fucking kut, dat is waar. Ja. Oh ja, kut. Dan kan je niet zomaar snel die switch hebben gedaan. Oh shit. Volgens mij moeten wij meedoen met een Bowser minigame, huh? Ja. Oh nee. Ja. Ik heb al niks. Dit is echt de old cool Bowser. Zijn er ook Bowser minigames die hierin zitten? Ja, dat, oh, deze? Gaan we nu toch doen. Oh ja, oh, ja, tuurlijk. Die lijkt me wel leuk op zich. Deze. Kijk, nu staat er rechtsbovenin dat die van Mario Party 1 is. Oh ja. Ah. Ik wist oprecht niet dat die van Mario Party 1 was. Zullen we starten? Ja, nee, ik heb hem nog niet juist gast. Ja, ik ook niet. Dat duurt allemaal lang, dan wordt het laat. Zo, ik heb hem perfect. Got him. Ongeveer. We gaan hem een facelift geven. Raar. De face down. For 80 points or more. Ding is, je krijgt hem sowieso toch niet 100% gelijk, want je zit hier met een controller dit te doen. Ja, dat het ongeveer oké is. Ja, het probleem voor jou is misschien ook omdat jij natuurlijk artist bent, zeg maar. Ben je best wel precies in dat soort dingen. Ik denk dat ik hem redelijk on point heb. Ik ook wel redelijk, denk ik. Oh, Loos! Hoezo win jij elke minigame? Dat is niet te doen. Oh, 10 points. Ja, dat is nog steeds wel kut trouwens. Maar... Oh ja. Vooruit. Nu heb ik weer niet genoeg coins. Ik word echt moe van dit spel. Ja, ik nice. Ah, je mag zo naar bed, Milan. Na 8 turns mag je naar bed. Dus, oh, wat zijn we lollig. Dan ga ik ook slapen. Ja, ja, je zegt dat je er moe van wordt. Daar kan ik niks aan doen. En op mij afreageren, hè. De boebel. Hey, drop hammer. Drop the hammer, man. Weer ik ook dacht je veel hoger zou komen. Ik hoop maar dat ik zo kan komen. Ik denk dat ik daar echt niet goed in ben, in aanspammen. Oké. Okay. Ja, het probleem is... Nou! Dan zet een X. Het probleem is met aanspammen bij dit ding, is dat je op B moet drukken als je hem weer wil... ja, loslaten. Wil weer loslaten, dus dan moet je er weer... En dan wordt hij weer minder kracht. Waar is dat ding überhaupt? Die ster is 2 plaatsen voor je. Oh, wist ik niet. Ik was echt niet aan het opletten. Ik zweer, ik ga ingooien. Nee. Doe even één. Nee, het is ook echt niet om het er in ons in te wrijven of zo. Nee, ik wist het echt niet. Serieus, ik had niet ik begin het ook door te krijgen, hoor, Sander. Ik was meer aan het letten op de focus op de games dan de... Ja, nee, zou ik ook zeggen. Nee, snap ik. Serieus, ik meen het. Anders had ik wel die chomchom gebruikt. Nou, nee. Denk ik niet. Ah, oh, nee. Nee, ik had niet. Hij is zo hoog. Weet je het erge is? Dat ik nu 1 plaats achter mij sta. Oh, nee. Oké, dat is wel lullig. Nee, tot, hè. Nee, grapje. Dit is echt mijn slechtste potje ooit. Dat is waar. Yo, en jij krijgt ook nog eens een koeperbank. Jij hebt wel echt alles mee zitten vandaag, hè? Ach, wel. Maar het raar eigenlijk... is, ik ben nu het meest gefocust. Nee, maar dan moet je zeggen, dat is skills. Ja, dat is hoe Milan het altijd doet. Yo, het is altijd allemaal skills, hoor. Je bent gewoon fucking slecht, zegt hij er dan ook nog achter. Zo neerbuigend. Ja, jij bent gewoon echt de slechtste ooit. En ik hoop dat je in de gopen landt. En dan, ja... Nou ja, dan is dat nou weer voor een onzin? En dan vindt bijvoorbeeld Munty het heel raar dat ik salty ben. Ja, ik snap dat dan niet. Dat hij dat zo raar vindt, maar... Hé, Milan, wat zijn samen? We zijn weer broos. Ik heb niks gezegd. Ik ga niks doen in dit potje. Oké, Munty, wij gaan ze inmaken. Picking Panic. Oh, Picking Panic. Ik teamwork makes the dream work. Hij loopt weer vast. Hij loopt weer vast. Oh nee, zeg niet dat hij bij mijn turn... Wacht, bij welke turn is hij moet opnieuw? Ik heb niet dat hij vast loopt. Nee, dit is de... Connection is unstable. Wacht, als we even wachten, misschien gaat de connection weer terug.